Arjen Maathuis, lid van het raadspresidium. Je was voorzitter van dit stadsgesprek. Vertel eens, wat vond je ervan? Ja, het was fantastisch om vanavond mee te maken dat zoveel inwoners, ondernemers en betrokkenen van maatschappelijke organisaties bereid zijn geweest om naar het stadhuis te komen om mee te spreken over de sfeer en de beelden die de nieuwe binnenstadontwikkeling gaat krijgen. Dus het was fantastisch, een hele hoge opkomst en dat is iets wat we graag willen met de samenleving in gesprek. Ja, als je zo'n avond doet, dan moet je ook de mensen die je uitnodigt serieus nemen en dan moet het ook een vervolg krijgen. Dus we gaan het er straks ook over hebben hoe uw inbreng een goede plek krijgt in het beeldkwaliteitsplan en u de komende weken, maanden betrokken blijft in reflectie als u dat wilt. Bij de uitvoering van het plan. Rode kaart, het is een beetje een twee derde, een derde, als ik het zo zie. Het is in de stad, het is mooi zo dat je hebt kunt. Dat vind ik ook een hele mooie. Het plein als ontmoetingsplek, dat hoor ik er ook in. Hadden jullie het verwacht? Nee, dat hadden we zeker niet verwacht. We dachten van, nou, er komen altijd wel wat mensen op af. Maar we zien dat dit onderwerp echt leeft in de stad. En dat mensen ook bereid zijn om daarover mee te spreken. En dat is gewoon hartstikke mooi. Dus het zijn inwoners, maar ook gebruikers van de binnenstad, die vanavond hier waren. En de gezamenlijke huiskamer kunnen we allemaal denk ik goed gebruiken. En dat is ook een invulling van de binnenstad van de toekomst, die veel meer ontmoetingsplek is geworden. Niet alleen maar winkelcentrum, maar ook de plek waar je elkaar vindt. Ja, en nou is natuurlijk de hamvraag, wat gaat men ermee doen? Nou ja, het is de bedoeling dat we wat we op hebben gehaald vanavond gaan verwerken in het visiedocument. Het visiedocument gaat de raad vaststellen, de gemeenteraad. En dat gaan wij doen zodat de bouwer, de ontwikkelaar van de plannen, een leidraad heeft van hoe het eruit moet komen te zien. En wij gaan de opbrengst van vanavond gaan wij daarin vertalen. Ja. En wanneer, wat is het tijdsbestek waarin dat gaat gebeuren? Ja, dat gaat vrij vlot, want de binnenstadsontwikkeling moet ook vlot van start gaan. Dus in april gaan wij al besluiten over het visiedocument.